Het is herfst. Tijd om op zoek te gaan naar de wilde kardinaalsmuts met zijn prachtige rode doosvruchten. In die doosvrucht zitten fel oranje zaden. Die doosvrucht lijkt op het hoofddeksel van een kardinaal, vandaar de naam. Voor de mens zijn deze zaden giftig, maar lijsters, mezen en roodborstjes eten ze graag en zorgen zo voor de verspreiding. De wilde kardinaalsmuts is door heel Nederland te vinden. Let er eens op tijdens een wandeling en geniet van de prachtige herfstkleuren. Het hout werd vroeger wel gebruikt voor breinaalden, klossen en spintollen. Kijk tijdens je wandeling niet alleen vooruit, maar af en toe ook eens opzij. Zo'n mooi plaatje in het herfstlicht wil je toch niet missen? Thank you.